Ja, ze zijn er weer, hè. De stemwijzers en weet ik veel wat voor wijzers en kieswijzers. Ja, dus ik denk, nou, ik pak er ook eentje, weet je wel, ja. Ik denk, nou, eens even kijken welke partij ze vinden dat ik zou moeten stemmen dan. Dus ik nam, dit keer nam ik de kieslijst, of kieswijzer. Ik nam de kieswijzer, nou. En dan krijg je allemaal vragen van, ja, over klimaat. En vind je dat er 35 miljard besteed moet worden aan klimaat? Nee, dat vinden we niet. Nee, nee. En moet de koning belasting betalen? Ja, ja, dat vinden we van wel. En moet er een asielstop komen? Ja, dat vinden we ook. Ja hoor. En allemaal dat soort vragen. Nou, dus ik mag keurig invullen en dit en dat. Nou ja, goed. Dus ik was wel gespannen. Ik denk, nou, benieuwd naar de uitkomst. Nou, vrienden. 1, 2, 3. Dan ga ik jullie de uitkomst laten zien. Hier, let op, hè, daar komt ie. Hier, ik doe een stapje terug. En, hup, daar is die. Ja. Ja. Ik was eerst even, nou, van verbijstering was ik gewoon zo stil. Ik denk, nou, hoe kan dit nou? De SGP. De SGP. Ja, niet te geloven. De SGP. Dit, ja. En er staat in het, geloof ik, in het partijprogramma van hun dat de God de Heere die regeert. Ja, ja hoor, die regeert. Nou, de SGP. En dan als tweede partij die ze mij aanbevelen. Nee, waar ik, dan zou ik daarop moeten stemmen. D66. Of al partijen. D66. Zie je het voor je, vrienden? Ja, jullie en ik. Ja, ja. Op paternotte. Op de tjeert. Op de kakelende. Oh, op jongetje Jette. Daar zou ik dan op moeten stemmen. Dat zegt de kieswijzer. Oh, en Volt. Nou, op zeg. Het zijn allemaal klimaatkneuzen Volt. En heel veel Europa. Oh, nou, ik weet het niet hoor. Maar ik zou zeggen, je mag hem doen hoor, voor mij de kieswijze. Maar neem het met een hele grote korrel zout. Hey, hey.